beste luisteraars, u luistert nog steeds naar een uitzending van Damsko Sumitang. Het programma Wist u dat? Op deze woensdagmorgen. Wij gaan verder met het programma. Wij nodigen uit om aan te treden, niemand minder dan Owen Venlo. Owen, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, luisteraars. Wist u dat? Het is weer zover. En ik heb me voorgenomen bij het voorbereiden van mijn column om toch even stil te staan bij het AOW-gat van een groep oudere Surinamers. En gewoon om helder te maken, mensen duidelijk aan te geven. Een paar mensen hebben me ook gebeld of ik dat nog een keer kan, grote lijnen kan uitleggen. Dat doe ik graag natuurlijk. Maar eigenlijk is het niet zo moeilijk om te begrijpen. Namelijk, ik zou tegen iedereen willen zeggen, alle ouderen, maar ook jongeren die willen weten hoe dat zit, dat AOW gaat. Ga naar Google, op het internet. Type in AOW-gat Surinamers 2024. AOW-gat Surinamers 2024. Volgens mij krijg je het al als je AOW-gat 2024 zegt, want het enige wat speelt in dit jaar is AOW-gat Surinamers. Dus volledig AOW-gat Surinamers 2024. Klik, enter en dan ziet u een heleboel dingen die daarmee te maken hebben. En dan kunt u klikken op wat u wilt weten. Er zijn ook een aantal, er is ook een rubriek, meest gestelde vragen over het AOW-gat. Daar kunt u natuurlijk ook het eerste naartoe gaan, want een heleboel vragen die u hebt, ongetwijfeld hebben anderen dat ook. En die hebben dat ook doorgegeven aan het aan de SVB, Sociale Verzekeringsbank, die voert de AOW uit. Dus kortom, ga naar het internet en daar krijgt u alles te zien. In grote lijnen komt het erop neer. Rond 23, 24 juni, deze maand, krijgt iedereen die recht heeft op die 5000 euro, dat gebaar noemen ze dat, die krijgt een brief. Dus deze maand, rond de 24e juni. Waarin staat dat ze dus recht hebben op dat geld en dat ze het gaan krijgen en hoe ze het gaan krijgen en als ze het niet willen, hoe ze dan moeten handelen, wat ze moeten doen. Dus kortom, dat is een kwestie die dus allemaal geregeld is. Tot onze teleurstelling, praat ik even namens de groep oudere Surinamers. Tot onze teleurstelling hebben we jarenlang geweten dat het gaat om tussen de 30.000 en 35.000 oudere Surinamers met een AOW-gat. Dus wij hebben altijd gevochten voor maatregelen om dat goed te maken. Nou, goed maken wil de regering niet. Te veel risico's. Dat noemen ze precedentwerking. Namelijk dat andere Nederlanders met een AOW-gat dan ook zouden kunnen zeggen, als die Surinaamse ouderen het krijgen, dan willen wij dat ook. Dat noemen ze precedentwerking, hè? Dus voorbeeldwerking. Maar goed, de regering heeft besloten, dankzij met name, ik moet het noemen, luisteraars, D66... De man die dat toen heeft doorgedrukt in de Tweede Kamer, die motie, was Steven van Weyenberg. De motie Steven van Weyenberg, waardoor die juridisch verloren strijd AOW gaat. We zijn gaan procederen, 20, 30 jaar lang speelt dit al. Bij de gewone rechter, de hogere rechter, de hoogste rechter, de Hoge Raad. En we hebben alles verloren. Dus bij de rechter verloren, dan blijft over de politiek. Dus hebben we ook de politiek bestookt met, we bedoel ik, een heleboel individuele personen, maar ook instellingen, Beryl Biekman en Iwan Lewin,
ik ga geen namen verder noemen, want anders ga ik toch een paar vergeten. Een heleboel mensen hebben geweldig hard gewerkt om te zorgen dat er iets gebeurt voor die groep Surinaamse ouderen met een AOW-gat. Dus de regering heeft toen, naar aanleiding van die motie Steven van Weyenberg, een adviescommissie ingesteld onder voorzitterschap van Joyce Sylvester. Joyce Sylvester en haar commissie hebben een geweldig goed voorstel gedaan. Want die hadden voorgesteld om twee dingen. Eén, kijkend naar het verleden, dat gat van het verleden te compenseren. En tegelijkertijd, vanaf nu, toen, 1-2 jaar geleden, een volledige AOW. De regering heeft het niet overgenomen, omdat de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, tegen de regering heeft gezegd, wat ik u net opmerkte, als je één groep met een AOW gaat compenseren, herstellen en repareren, gaan alle andere groepen Nederlanders met een AOW gaat ook komen. En op grond van het gelijkheidsbeginsel in het recht, heb je grote kans dat de rechter ook die andere groepen gelijk gaat geven, waardoor dus deze maatregel gigantisch veel geld gaat kosten. Dus heeft de regering besloten, los van AOW, we willen iets doen, we willen een gebaar maken. En toen heeft men dus het advies van de commissie Sylvester niet gevolgd. En toen is men uitgekomen op een gebaar. En het laatste gevecht wat we gevoerd hebben, heb ik ook aan meegedaan. Dat is dat de minister had een bedrag van 121 miljoen tot haar beschikking. Dan zeg ik, als je een bedrag van 121 miljoen ter beschikking hebt voor dit oplossen van dit probleem, voor dat gebaar, dan is het heel eenvoudig. Dan moet je dus die 121 miljoen delen door 35.000. En dan kom je op rond de 3.000-4.000. En dan geef je alle 35.000 maximaal, 35.000, allemaal 3.000-4.000 euro. Wat dat doet Carola Schouten niet. Wat doet ze? Ze gaat eerst die groep van 30.000-35.000 verkleinen door extra voorwaarden te stellen. 18 jaar toen je naar Nederland kwam. En 20 jaar in Nederland hebben gewoond. Door te wonen in Nederland bouw je AOW op. Dus kortom, door die twee maatregelen is die groep van 30.000-35.000 verkleind naar rond de 20.000. Heel gemeen. Heel gemeen voor een ChristenUnie-minister, Carola Schouten. Ik heb ook bij verschillende radioomroepen, ook bij Radio Tamara, opgeroepen: stem niet op de ChristenUnie. Dit is zo gemeen, verdeel en heers. De groep 30-35 ga je verdelen door extra voorwaarden te stellen, terwijl je met dat bedrag van 121 miljoen allemaal alle 30-35.000 iets had kunnen geven. Dat is nou typisch, luisteraars Iwan, dat is nou typisch die oude politieke cultuur. Verdeel en heers. Terwijl de nieuwe politieke bestuurscultuur, die zo nodig is om alle problemen op te lossen. De kern van die nieuwe politieke bestuurscultuur is de spreuk van Job Cohen, vroegere burgemeester van Amsterdam. Hij heeft het in Amsterdam meegemaakt. Hoe los je grote problemen voorgoed, dus duurzaam, op? Dat doe je met als uitgangspunt de boel bij elkaar houden. Als dat je uitgangspunt is, dan kom je 1. Altijd tot goede oplossingen. En 2. Die oplossingen zijn duurzaam. Gewoon voor altijd. Want alle betrokken groepen
voelen zich vertegenwoordigd in die oplossing die je gekozen hebt. En dat, luisteraars, is het grote probleem waarmee Nederland nu zit. En ook Suriname trouwens, daar kom ik straks om. Maar Nederland mist het. En dat geeft mij de gelegenheid om een bruggetje te maken naar de huidige situatie hier in Nederland. Namelijk, het kabinet is in elkaar geflanst. Ik zeg het zo oneerbiedig, omdat eigenlijk de wijze waarop deze nieuwe regering wordt geformeerd, het schijnt bijna rond te zijn, is dus echt een voorbeeld zoals het niet moet. In alle opzichten, bij alle aspecten, bij de formatie van de nieuwe regering, dus daar heb je dus die verkenningsfase, daar moet je een verkenner hebben, informatiefase, daar moet je informateur hebben, de formatiefase moet je formateur hebben of formateurs hebben. Dat zijn die drie fases. In geen van die drie fases is het gegaan zoals het hoort. En de hoofdschuldige van deze hele affaire, heb ik u vaak gezegd, is Dilan Yesilkus, de nieuwe leider van de VVD, die mevrouw, die echt gewoon niet weet waarmee ze bezig is. En als je niet weet waarmee je bezig bent, dan ga je rampen veroorzaken. Ik noem haar ook Ma Baker in de politiek. U kent dat liedje van Bonnie M. Ma Baker, ma. Dat is mevrouw Yesilkus van de VVD. Die mevrouw doet dingen die niet kunnen. En de VVD, luisteraars, laat haar gewoon haar gang gaan. Terwijl de VVD een van de grootste slachtoffers geworden is van mevrouw Yesilkus. De VVV is bij de verkiezingen van de eerste partij gezakt naar de derde partij. Dus kortom, ik ben benieuwd wanneer de VVD eindelijk gaat inzien dat deze mevrouw geen visie heeft, een onvoldoende visie, geen politiek gevoel heeft voor verhoudingen in de politiek en dat deze mevrouw de VVD echt gaat minimaliseren als het zo doorgaat. Dus kortom, ik vraag me af, we zijn dus bijna zover. Eergisteren is er gezegd, men heeft de ministers al rond, dus het aantal ministers, wat moet komen in het nieuwe kabinet. U weet, ze hadden afgesproken In de verkenningsfase, maar ook in de informatiefase, dat de helft van alle ministers moeten niet uit de politiek komen. Want men wil meer elementen van het zakenkabinet. Omdat de problemen die moeten worden opgelost onvoorstelbaar groot zijn. En wat ik u net zei, luisteraars, niemand praat over de echte problemen waarvoor politiek Den Haag staat. Niemand praat erover. Alsof wanneer je er niet over praat, die problemen er niet zijn. Dat noemen ze struisvogelpolitiek. Als je niet kijkt, dan zijn ze er niet, die problemen. En dat hou je jezelf voor de gek. Want er liggen al grote problemen van de vorige kabinet Rutte. We hebben ze vaak genoemd, luisteraars, zoals u weet. Groningen, toeslagenaffaire, boeren, stikstof, klimaat, affaire, huisvesting, algemeen huisvesting, asielzoekers, vluchtelingen. Die liggen er al, die problemen. Dus, die moeten worden opgelost en er komen nieuwe problemen bij. En het kabinet, wat gemaakt is op een manier waarvan eigenlijk bijna een kind
kan zeggen, maar dit gaat niet werken. En dan kan je wel met kunst en vliegwerk geforceerd een kabinet in elkaar flansen. Want dat is wat er gebeurd is de afgelopen weken en maanden na de verkiezingen vorig jaar november. Er is gewoon geen vertrouwen tussen de vier politieke partijen die dat kabinet aan het maken zijn. Er is geen vertrouwen in de gang van zaken. Er is geen vertrouwen in het beleid wat ze willen gaan voeren. En dat noemen ze in politiek Den Haag wensdenken. Je hebt een heleboel wensen, met name Geert Wilders. En je wil die wensen gaan vervullen, terwijl je weet dat die wensen in strijd zijn met wetten, verdragen, grondwet. Nee, maar dan ga je die wetten, die verdragen en de grondwet wijzigen. Dat kan je makkelijk zeggen, maar het is niet zo makkelijk gedaan. Dus kortom, een heleboel wensen van Wilders en deze club van die vier politieke partijen zijn op drijfstand gebaseerd. Zodra er gewicht opkomt, zak je weg. Dus luisteraars, Ivan, ik maak me grote zorgen om het nieuwe kabinet wat men in elkaar zet. Eigenlijk is de kern van het probleem dat ik begrijp, luisteraars, ik begrijp echt niet, ik zit al lang genoeg in de politiek, en ik begrijp echt niet hoe het kan dat politici in Den Haag denken dat je Wilders tot een rechtsstatelijke persoon kan maken. Ik bedoel, dat is ook een vorm van wensdenken. Dat kan niet. Hij is het niet. Hij was het niet. Hij is het nooit geweest. Een rechtsstatelijk persoon. En voorlopig zal hij dat ook nooit worden. Want hij is zo gefocust op wij zij. Op migranten. Dat wordt een van de grote heikele punten. Luisteraars, want natuurlijk, u raadt het al, in het nieuwe kabinet, dat nog niet definitief, maar je mag ervan uitgaan, dat de minister voor migratie iemand van Wilders wordt, want de PVV bestaat niet, iemand van Wilders wordt. En die persoon, die minister, nieuwe minister van migratie, gaat al gauw ontdekken dat je gebonden bent aan wetten, grondwet en verdragen. En dan kan je wel zeggen, maar we gaan die verdragen wijzigen. Oké, dan ga maar. De procedure om een verdrag te wijzigen, luisteraars, duurt jaren. Dus dan kan je wel zeggen, ik ga naar Brussel en ik ga praten in Brussel bij de EU. Praten kan altijd. Maar ze gaan je echt niet concessies doen aan jou. Omdat Wilders extreem rechtse opvattingen heeft. Want zo zijn er nog meer landen die graag die verdragen willen wijzigen. Dus kortom, het is dus een beetje drijfzand regering. Ik noem het klip en klaar een rampenregering die men aan het maken is. En het betekent dat Nederland een aanzien in de wereld geweldig gaat kelderen met deze club. En nog iets opmerkelijks waarvan ik me afvraag, politiek Den Haag. Zien jullie dat niet of willen jullie dat niet zien? En dat is het volgende. U weet, ik heb u net gezegd, als een nieuwe regering moet komen, dan zijn er drie fases. Verkenningsfase, informatiefase en formatiefase. De grootste partij altijd mag
de lead nemen. Die moet beginnen. Die moet het opstarten, dat proces. Dus in dit geval, Wilders met zijn PVV, moet de eerste fase verkennen. Moesten ze leveren? Konden ze niet leveren? En meneer Gom van Strien, binnen 2-3 dagen werd hij afgeserveerd, want geen goede handel en wandel. Toen is Wilders gaan buurten bij de Partij van de Arbeid mensen, heeft hij Plasterk gevonden. Toen kwam de verkenningsfase. Toen kwam de informatiefase. Heeft Wilders ook niet in zijn club. Dus toen heeft hij aan Plasterk gevraagd, die verkenner was, om ook in de informatiefase informateur te worden. Is gebeurd. Na die informatiefase krijg je de formatiefase. Dan moet je formateurs hebben. Heeft Wilders ook niet. Dus hij ging buurten bij andere partijen. En toen heb je de twee mensen, Dijkstra en ik kom nog niet op zijn naam. Maar in ieder geval van andere partijen. Toen moest hij de minister-president leveren, Wilders. Kon die ook niet. En toen hebben ze een list verzonnen. Luisteraars, ze hebben het gebracht zo van alle vier politieke partijen die met die formatie bezig zijn, hebben aan Dick van Hoof gevraagd, topambtenaar, of hij een minister-president wil worden. Hij heeft erin ingestemd, die Dick van Hoof. U gaat hem morgen of overmorgen gaat u hem zien. En dat is natuurlijk een smoesje. Alle vier partijen hebben Dick van Hoof gevraagd. Wilders heeft geen mensen. Wilders kan niet leveren als hij moet leveren. Dus toen hebben ze afgesproken. En ik denk dat Jezulgers, minister van Justitie, die deze Dick van Hoof heel goed kent. Maar andere politieke partijen kennen hem ook, want hij was de topambtenaar veiligheid. Dat die druk op Van Hoof hebben uitgeoefend. En ik denk dat Van Hoof gezegd heeft, luister, oké, ik wil best nadenken of ik minister-president wil worden, maar dan niet van Wilders. Dan van alle vier, maar niet van Wilders. Niemand, luisteraars, niemand wil zijn lot koppelen aan Wilders. Want zoals ik u vaker gezegd heb, Wilders heeft geen politieke partij. Dus als er problemen komen, kan je niet terugvallen op een politieke partij, organen binnen een politieke partij, structuren. Want Wilders heeft geen politieke partij, organisatie. Alles is Wilders persoonlijk. Dus niemand wil gekoppeld worden aan Wilders. Dat zegt al genoeg. We gaan de komende dagen ook horen, luisteraars, wie de ministers gaan worden. Ook daarvoor geldt dat Wilders geen geschikte kandidaten heeft, zeker niet voldoende geschikte kandidaten, om minister te worden. Dat komt door Wilders wie hij is. Solist, Einzelganger, dictatortje, hij bepaalt alles. Geen politieke partij, dan heb je geen kweekvijver. Dan heb je geen organisatie waaruit je kan putten als je moet leveren. In dit geval ministers moet leveren. Dus kortom, ik ben benieuwd hoe met kunst en vliegwerk die vijf ministers die Wilders moet leveren, wie die zijn, waar die vandaan komen en of ze gaan halen, de helft van alle ministers, niet uit de politieke partijen, dus eigenlijk een zakenministers moeten zijn. Dus kortom, we gaan het zien en
En wat ik zo jammer vind, luisteraars, en dat vind ik eigenlijk alles bij elkaar genomen, is mijn teleurstelling met politiek Den Haag. Ik ben nog nooit zo teleurgesteld in politiek Den Haag. Waarom? Omdat, luisteraars, Iwan, eigenlijk politiek Den Haag een middelvinger heeft opgestoken naar de onafhankelijke rechter hier in Nederland. De Hoge Raad, hoogste rechter. Ik hoop dat de Raad voor de Rechtspraak de komende tijd een keer hierop terugkomt. Want hoe kan het, zeg ik tegen de politici in Den Haag, jullie zijn het spoor kwijt, de democratische spoor kwijt. Hoe kan het dat de hoogste rechter Wilders veroordeelt voor groepsbelediging en aanzetten tot onverdraagzaamheid? Dat wisten we al voor die rechterlijke veroordeling. Kennen wij Wilders al 20 jaar? Dus we weten wat voor persoon het is. Valt niet mee te werken. Geen democraat, niet rechtsstatelijk. Hoe kan het dat jullie in Den Haag, politici, met een stalen gezicht met Wilders gaan praten over regeringsvorming? En dan zeggen sommige mensen, ja Owen, maar hij heeft die verkiezingen gewonnen. Hij is de grootste partij geworden. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar rechtsstatelijkheid houdt geen rekening met uitslag van verkiezingen. Dat is de les die we geleerd moeten hebben van de Tweede Wereldoorlog. Hoe die ontstaan is, jaren 30, vorige eeuw. Hoe Hitler gebruik gemaakt heeft van die onderbuikgevoelens en grote groepen mensen achter zich kreeg toen hij tegen de Joden opstond en die ging vervolgen. Hetzelfde is Nederland nu aan het gebeuren. Niet de Joden, maar de migranten hebben het nu gedaan. Terwijl iedereen weet dat zonder de migranten de Nederlandse economie nooit zo sky high was gekomen als het is gekomen. Als je ouder bent zoals ik, heb je meegemaakt hoe in de jaren 60, 70 een heleboel migranten nodig waren in de Nederlandse economie, omdat een heleboel werk niet gedaan wilde, Nederlanders een heleboel werk niet wilden doen. Terwijl het moest worden gedaan, dat werk. Dus je moet mensen van buiten laten komen. Kijk hoeveel Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog, door de ellende van de Tweede Wereldoorlog, zijn vertrokken naar het buitenland. Emigranten. Canada. Nieuw-Zeeland. Verenigde Staten. Australië. Die zijn daar liefdevol opgevangen in die landen. Nou gaat het om mensen die in hun land problemen hebben of oorlog of politieke problemen. Dan behoor je ze op te vangen zoals verdragen die Nederland ook getekend heeft, van Nederland vragen. Daar valt niet op af te dingen, zoals Wilders wil. Dus luisteraars, tenslotte op het punt van Nederland, daar kom ik straks bij ons hoofd, we praten erover. En we zijn nu een jaar voor die verkiezingen. Volgend jaar mei in Suriname weer verkiezingen, iedere 5 jaar. Verkiezingen in Suriname. En ik heb wel eens gezegd, luisteraars, ik heb u het misschien wel eens gehoord van mij, dat ik een beetje uitlokken
vinden ze helemaal niet leuk in Suriname, want Suriname kunnen ze niet tegen kritiek. Maar goed, ik heb wel eens opgemerkt, in Suriname staan ze op een treinstation te wachten op een boot. U begrijpt, luisteraars. Daar gaan ze lang wachten. Op een treinstation komt geen boot. Wil je iets veranderen, dan moet je niet staan wachten. Nee, dan moet je zelf het initiatief nemen tot die verandering. Natuurlijk moet je goed hebben nagedacht van tevoren. Wat wil ik veranderen? Waarom wil ik het veranderen? Hoe wil ik het veranderen? Daar moet je goed over nadenken van tevoren. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb ook natuurlijk vanuit mijn studie voldoende in kennis over staats- en bestuursrecht. En politiek heb ik ook lang in politiek gezeten. Dus kortom, alles bij elkaar genomen, kan je redelijk overzien het veld en wat nodig is. Het mooiste vond ik altijd die uitspraak van de vroegere bankdirecteur Jim Boussaid. Die heeft op dit punt gezegd: Surinamers houden er niet van als je ze corrigeert, als je ze kritisch begeleidt. Daar houden ze niet van. En toen heeft Jim Boussaid een keer gezegd: ik begrijp het niet, die Surinamers, ik begrijp ze niet. Als je ziek bent, dan wil je toch ook eerlijk van de dokter horen wat je hebt en wat je moet doen om weer beter te worden. Dan kan je toch niet zeggen: nee, maar ik ben het niet eens met die dokter. En ik, dan ga je niet beter worden. En hetzelfde geldt voor de staatshuishouding in Suriname. Iedereen ziet, iedereen weet, iedereen leest dat Suriname in een gigantische crisis verkeert. En hoe sneller Suriname uit die crisis komt, des te beter. Het is voor iedereen. Vooral voor de bevolking in Suriname. En hoe snel kom je uit zo'n crisis? Dan met de vergelijking met die dokter. Door deskundigen in te schakelen. Door topmanagers in te schakelen. Dat zou de politiek moeten doen. Maar dat doen ze niet. Dat heeft de politiek nooit gedaan. Ook niet in Nederland heel vaak. Daarom zei ik net, de helft van die Nederlandse ministers moeten niet uit de politiek komen. Voor Suriname geldt, alle ministers en de president moeten topmanagers zijn. Om Suriname uit de problemen te halen. De afgelopen 60, 70 jaar heeft Suriname zich in de problemen gewerkt. En met Suriname bedoel ik natuurlijk de politieke partijen die het voor het zeggen hadden. Die hebben niet eerlijk gedeeld alle rijkdommen, het geld wat alle rijkdommen hebben opgeleverd voor Suriname. U kent het wel, bauxiet, hout, goud, landbouw, nogal wat rijkdommen. Geëxploiteerd, een heleboel geld verdiend, en dat geld niet eerlijk verdeeld in heel Suriname. Kijk maar naar het binnenland. Compleet achtergebleven. Vaker genoemd. Grondrechten, inheemse tribalen. Niet geregeld. Daardoor, luisteraars, hebben eigenlijk de inheemsen en de tribalen, afro's, honderden miljoenen claim op de Surinaamse regeringen. Want Suriname is veroordeeld tot het regelen van de grondrechten van de inheemse en de tribale afro's. In 2007. We zijn nu 17 jaren verder.
De veroordeling van Suriname hield in de opbrengsten van concessies en vergunningen in de woongebieden van die inheemsen en de tribalen. De opbrengsten, daarvan moet een deel naar de inheemsen en de tribalen. Is 17 jaar lang niet gebeurd. Economen kunnen zo voor je uitrekenen welk bedrag de Surinaamse regeringen hebben gestolen, om het maar zo te zeggen, van de inheemsen en de tribalen. Het is gewoon een berekening die je kan maken. Dus kortom, Suriname heeft niet eerlijk gedeeld. Dus geen eerlijke beroemdje jari beleid. De extra opbrengsten van gas en olie, die vanaf 2027 gaan komen, biedt de Surinaamse regeringen volgens mij de laatste kans om eerlijk delen en door het oneerlijk delen van de afgelopen 60 jaar in Suriname, is eerlijk delen in Suriname nu ook eerlijk herverdelen. Omdat je niet goed eerlijk verdeeld hebt de afgelopen 60 jaar, krijg je extra gelegenheid met extra inkomsten, gas en olie, dan kan je eerlijk gaan herverdelen om het totaal eerlijk delen in heel Suriname te realiseren. Alle voorzieningen, alle ministeries, dat kan met het extra geld wat er gaat komen. Maar daar komt het. Als je dat wilt, politieke leiders, dan zal je nu moeten beginnen om dat beleid wat nodig is om eerlijk te delen, eerlijk te herverdelen, extra gas- en olieinkomsten, dat beleid moet je nu gaan ontwikkelen, gaan maken en vastleggen in beleidsplannen. Want in 2027, 2028, als die inkomsten, extra olieinkomsten en gasinkomsten komen, moet het beleid al gemaakt zijn, zodat het kan worden uitgevoerd in de richting van welvaart en welzijn voor alle Surinamers. Dat ga je alleen maar bereiken als je beleid ontwikkelt met de Surinaamse bevolking. Eerlijk delen beroemt je jari-beleid, om de termen van president Santokki te gebruiken. Nu moet je daaraan gaan werken. Wil je het straks kunnen uitvoeren? Je moet eerst beleid ontwikkelen, vastleggen in een beleidsplan of beleidsplannen. Dan weet iedereen wat het beleid is. Pas dan ga je dat beleid kunnen uitvoeren. Dus ik vraag me af, niemand praat erover, geen van de politieke leiders hoor ik over dat eerlijk delen beroemdje jari-beleid, om het vast te leggen in eerlijk delen beroemdje jari-beleidsplannen. En daarom mijn conclusie, luisteraars, Iwan. Met de politici in Suriname, net als de politici in Nederland, wat we nu hebben, met de politici in Suriname ga je dat eerlijk delen beroemdje jari-beleid in Suriname nooit kunnen realiseren. Want politici maken familie- en vriendenregering. En het niet eerlijk delen van de afgelopen 60, 70 jaar hebben we te danken, hebben we te wijten aan die politici met hun familie- en vriendenregeringen. Aan de andere kant begrijp ik het wel, want als je in een club zit, een politieke partij, en die politieke partij komt aan de regering, dan wil je natuurlijk wel ook iets, dat men, die politieke partij iets voor jou doet. Alleen, dat kan niet meer, wil Suriname niet, ja, de kant van Haiti opgaan. Er komen extra inkomsten, gas en olie. Vandaar mijn conclusie. Alleen een
zakenkabinet van topmanagers met afstand tot de politiek. Alleen een zakenkabinet met topmanagers met afstand tot de politiek kan Suriname tot een topland maken met een topvolk. En ik zeg dat en ik noem dat, luisteraars, want wat mij steeds verbaast is, ik hoor nooit president Santokki zeggen, waar wil je naartoe met Suriname over 5, over 10, over 15, over 20 jaar? Waar wil je over 20 jaar met Suriname zijn? Hoe moet Suriname eruit zien over 15, 20 jaar? En dan zeg ik, ik zou persoonlijk zeggen, een topland met een topvolk. En bij een topland met een topvolk horen bij dat land en bij dat volk ook topcijfers. Heel eenvoudig. Die cijfers moet je over 15, 20 jaar hebben gehaald. Dat betekent dat je een beleid moet voeren waardoor je vanaf nu tot over 15, 20 jaar ieder jaar een stapje in de richting zet van die cijfers die je dan wil halen. Dat is de manier om progressief, zakelijk, resultaatgericht met visie en ambitie een land te ontwikkelen. Singapore heeft laten zien dat het kan. Toen alle landen rondom Singapore een beetje uitlachten. Ze denken dat ze geweldig zijn en weet ik veel wat. En toen heeft premier Lee van Singapore gezegd, wacht maar. En ja hoor, na 15, 15, 20 jaar werd iedereen rondom Singapore, de buurlanden, werden stil. Omdat premier Lee van Singapore een filosofie had die heel simpel was. Als je een probleem hebt, moet je geen commissie instellen. Als je een probleem hebt, moet je het oplossen. Pragmatisch, snel, efficiënt, no nonsense. Dat is precies de aanpak die Suriname nodig heeft. En dat is ook precies de aanpak die alleen topmanagers kunnen. Op basis van hun ervaring, hun opleiding, hun ervaring en hun integriteit bij beide. Integriteit bij de opleiding, tijdens de opleiding. Integriteit bij de ervaring, tijdens de ervaring. Betrouwbaarheid. Integriteit is gewoon betrouwbaarheid. Dus kortom, luisteraars, Iwan, ik maak me grote zorgen. Niemand praat over dat eerlijk delen Bromtje Jari beleid, dankzij de extra opbrengsten van gas en olie straks. Niemand praat erover, ook de nieuwe politieke partijen die zich aandienen in Suriname. Hoor ik niet daarover? Eerlijk delen en in een heleboel opzichten eerlijk herverdelen in Suriname is de enige manier om grote problemen voor Suriname in de toekomst te voorkomen. Want luisteraars, ik heb u vaker gezegd, dat geldt niet alleen voor Suriname, dat geldt voor de hele wereld. In een land waarin groepen achtergesteld zijn, gaan die groepen die achtergesteld zijn het nooit blijvend pikken. De jongere generaties die zien en inzien hoe oneerlijk zij behandeld zijn, gaan het niet pikken, gaan in opstand komen. En dan heb je een groot probleem als regering. Dus zeg ik tegen alle regeringen, niet alleen Surinaamse regering, maar alle regeringen, eerlijk delen betekent rust en vrede in je land, ook voor de komende generaties. Suriname, ga dus zo'n zakenkabinet van topmanagers
formeren. Je kan een schaduwzakenkabinet formeren. Met de bevolking. Maak een regeerprogramma. Daar komt dus het eerlijk delen waarom het Jari-beleid. Hoe moet dat eruit zien? Daar moet je nu over gaan praten en vastleggen. En maak zo'n zakenkabinet inzet van de verkiezingen in mei 2025. Dat wil zeggen, alle politieke partijen moeten zeggen, zeg je ja of nee tegen dat schaduwzakenkabinet? De kiezers kunnen dus de politieke partijen die ja zeggen steunen, of de politieke partijen die nee zeggen tegen dat schaduwzakenkabinet. De uitslag van de verkiezingen bepaalt dan of dat schaduwzakenkabinet een echt kabinet wordt na de verkiezingen. En niet meer na de verkiezingen familie en vrienden regering. Zoals weer helaas de huidige regering van president Santokki. Want weer familievriendenregering betekent de laatste kans voor Suriname verspelen om te voorkomen wat in Haiti gebeurd is, de faal van die hele samenleving naar ellende, problemen, kortom, dat is iets wat Suriname nooit mag overkomen. En dan kom ik bij mijn opmerking in het begin over op een treinstation wachten op een boot. Maar als jullie, Surinamers, iets willen veranderen aan de manier waarop regeringen tot stand komen, dan zal je zelf actie moeten ondernemen. Met name ook die topmanagers in Suriname. Die zijn er genoeg. Ze zullen een initiatief moeten nemen, 3 tot 5, om zo'n schaduwzakenkabinet te formeren, regeerprogramma te formeren en zo'n schaduwzakenkabinet inzet van de verkiezingen te maken. Als dat niet gebeurt en we krijgen een familie- en vriendenregering na de volgende verkiezingen, dan kan je niemand iets verwijten dan alleen jezelf als bevolking, dat je passief geweest bent, niets gedaan hebt toen het nog kon. Nu kan het nog, een jaar voor de verkiezingen in Suriname. Ik ben benieuwd, ik zal het vaker over hebben, omdat ik me zoveel zorgen maak. Extra geld wat er komt, gas en olie. Als je dat niet inzet voor eerlijk delen, eerlijk herverdelen van alles in Suriname. Als je dat geld, extra inkomsten, gas en olie, daarvoor niet inzet op basis van beleid, beleidsplannen, bijvoorbeeld het Jari-beleid, ben ik bang dat Suriname verloren is. En dat mag nooit gebeuren, lieve luisteraars. Ten slotte, een trouwe luisteraar van ons, luisteraars, Iwan, heeft mij gebeld en geattendeerd op een reeks namen die genoemd zijn in een boek over de monarchie. Het is een boek dat uitgekomen is, kijkt u maar op Google, Monarchie heet dat boek, en de schrijver heet Kemal Rijken. En in dat boek wordt op bladzijde 97... geschreven. Ik citeer. Wat hebben Gandhi, Kwame Nkrumah, Henk Aron en Patrice Lumumba met elkaar gemeen? Allen waren onafhankelijkheidsstrijders in koloniën onder een Europese kroon en kregen vroeg of laat met de monarchie te maken. Dit stukje, luisteraars, Iwan, toen die luisteraar mij hierop attendeerde, was ik even stil. Waarom? Mensen die mij kennen en mijn relatie met Henk Aron begrijpen het.
Ik was even stil. Dat in dit boek, Monarchie, van Kemal Reiken, Henk Aaron een prominente plek kreeg tussen Gandhi, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba. De eer die hij verdient, waar ik heel vaak bij u, ook in dit programma, voor heb gepleit. Die eer krijgt hij, Henk Aaron, buiten Suriname. Maar niet in Suriname. Overigens, in Suriname krijgt geen enkele Surinamer met grote verdiensten de eer die hem of haar toekomt. Dat noemen we in Suriname, hebben we eigen term voor bedacht, de krabbenmentaliteit. En luisteraars, dat is precies waarvoor ik al jaren vecht. De waardering die Henk Aaron in Suriname ook verdient, met name in je eigen land. Een van de redenen is spiritueel, moreel spiritueel, waardoor alles in Suriname mislukt. Als je zo omgaat met een man, Henk Aaron, die jou op een voortreffelijke manier onafhankelijk heeft gemaakt, met voortreffelijke manier bedoel ik dus, zonder moord en doodslag, zonder mensenrechten schendingen, met een gigantisch bedrag ontwikkelingssamenwerking van Nederland, dankzij Joop den Uyl. Daar heb ik ook een kleine bijdrage mogen leveren toen, als jonge politicus aankomend in de PvdA. Op een voortreffelijke manier heeft Henk Aaron Suriname onafhankelijk gemaakt. En wat zien we in Suriname? Tot de dag van vandaag geen nationaal standbeeld van Henk Aaron op Henk Aaron zijn onafhankelijkheidsplein. Luisteraars, die man, als alles fout met je gaat als land, dan moet je je ook een keer afvragen, doe ik iets verkeerds? Moreel, spiritueel met name. En ik denk dat Suriname eigenlijk, ik heb president Venetiaan in 2007 gewaarschuwd, als je zo omgaat met onze Simon Bolivar, de man die ons onafhankelijk heeft gemaakt, zonder moord en doodslag, zonder mensenrechten schendingen, met een behoorlijk bedrag, als je zo omgaat, geen nationaal standbeeld op het onafhankelijkheidsplein, dan gaan de spiritualiteit gaat je daarvoor straffen. En dan lachen ze een beetje, kijken ze me aan, met name ook vanuit de NPS. Ze hebben wel een NPS-standbeeld op NPS-grond. Maar dat is geen nationaal standbeeld op het nationaal onafhankelijkheidsplein. Dus kortom, ik heb begrepen dat men nu bezig is met herstructureren en renoveren van het onafhankelijkheidsplein. Grastoestanden en ook andere indelingen en zo. En die luisteraar zei tegen mij, het zou toch een geweldig idee zijn om eigenlijk die drie standbeelden, dus die twee die er al staan, Pengel en Latsman, die staan dan op het onafhankelijkheidsplein. Luisteraars, nota bene, Latsman was tegen de onafhankelijkheid, maar die staat op het onafhankelijkheidsplein. En Aaron, die de onafhankelijkheid heeft gerealiseerd, staat niet op het onafhankelijkheidsplein. Dat is toch vragen om de spirituele wraak. Dat is toch vragen om probleem als land. Ik heb het Santokki, voordat hij president werd, ook gezegd, geappt volgens mij. Als jij president wordt en jij zet geen nationaal standbeeld van Aaron op Aaron's onafhankelijkheidsplein, ga jij mislukken? Heb ik hem geappt? Vraag hem maar, president Santokki. Dus kortom, luisteraars, ik hou niet van achteraf wijsheid achteraf. Ik zeg je van tevoren wat ik ervan vind, als advies. Je kan het volgen, je kan het niet volgen. Je kan andere adviezen volgen, mag ook. Maar als het fout gaat,
Dan ga ik tegen je zeggen, ja, maar waarom heb je mijn advies niet opgevolgd? En kortom, luisteraars, iemand, ik kom aan het einde van mijn column. Ik hoop van harte dat de politieke partijen in Suriname, met name de NPS, en vooral ook de ABOP en andere partijen die begaan zijn met de AVRO's, ik hoop van harte dat die gaan inzien dat het standbeeld van alle er moet komen en wellicht een leuke drie-eenheid, Latsman, Pengel, Aaron. Een soort drie-eenheid. Want met, okay. Aaron is dus die, zeg maar, die afhankelijkheid geëindigd en de nieuwe fase ingegaan, onafhankelijkheid. Dus met recht en reden zou je die drie standbeelden op het herstructureerde onafhankelijkheidsplein bij elkaar kunnen zetten, ergens op het plein. Dat moet Suriname zelf bekijken. Laten we hopen dat het alsnog gaat gebeuren, want ik blijf van mening wat ik had, wat ik heb en wat ik blijf houden. Als je spiritueel je zaken niet in orde hebt, heb je een onoplosbaar probleem. Oké. Okay. Dat was het, Iwan. Luister. Ja, dankjewel, want de tijd is natuurlijk al voorbij. Maar ja, heel hartelijk dank. Oké. Okay. Bye-bye. Bye-bye.